Ja, we hebben net een video opgenomen om te kunnen laten zien wat voor verschillende opties we hebben op het gebied van vertalen van video's. En dan denk je, video vertalen, kan dat? Ja, dat kan. Maar je hebt daar verschillende keuzes in. En wij kunnen zowel de voice-over bieden in 50 verschillende talen, maar ook ondertiteling verzorgen. En dan bijvoorbeeld ook de juiste zoekwoorden daarin meenemen wanneer we... Ja, een andere taal, de video ook nog goed vindbaar blijft. Dat is een van de dingen die wij wilden laten zien met deze korte demo. Nou, dat ligt er eigenlijk een beetje aan wat de klant wil. De klant is bij ons natuurlijk koning. Dus, en wat ook de tool is van de video. Is dus, video dus inderdaad een video die op YouTube wordt getoond, waarbij de vindbaarheid belangrijk is. Dan gaan we aanraden om de ondertiteling, om ondertiteling te verzorgen. Dus om dat als keuze te doen. En ja, wil je juist een voice-over, dan is dat ook mogelijk. Maar dan moeten we kijken welke voice-over, welke van onze stemmen, goed bij de boodschap passen. Of dat een vrouwen- of mannenstem, jong of oud, zakelijk of juist een warme stem moet zijn. Nou, daar zijn ook weer allerlei keuzes in te maken. Dus daar begeleiden we eigenlijk de klant in. Nou ja, dat ligt eraan. Is de tekst, is er een script? Dus kunnen we vanaf een Word-bestand de tekst gaan vertalen? Of, wat gebeurt ook wel eens vaak, dat we een video krijgen die juist al in een andere taal is en die in het Nederlands moet worden vertaald. En dan moeten we van die taal een transcriptie maken. Nou, dan is dat het startpunt. Anders gaan we beginnen met vertalen. Meestal doen we dat met twee fases. Dat is ons pro-niveau. Dan zorgen we dat de tekst door een native speaker wordt vertaald. En nog weer door een tweede lezer wordt nagekeken. Dan heb je echt een goede tekst. Er wordt ook rekening mee gehouden dat het om een gesproken tekst gaat. Tenzij het weer ondertiteling is. Dus er zijn allerlei keuzes in. Ja, dat is eigenlijk al jaren gaande. De gesproken boodschap neemt het al jaren neemt die toe in kracht en waarde. Het is gewoon iets wat effect heeft. Dus steeds meer mensen hebben dat door en die kiezen voor een video. Om hun product te promoten, om iets uit te leggen, om allerlei redenen. En wij krijgen dan de taak om dat dan ook meertalig te maken. Ja, heb je een vertaling van een video nodig, dan ben je bij Tecom International aan het juiste adres. Dat doen we voor heel veel van onze klanten en dan kun je erop vertrouwen dat het goed wordt verzorgd, dat je het juiste advies krijgt.